Hallo, welkom op mijn kanaal. Dit is mijn kleurboekencollectie. Dit is Mystery Callers Jungle Animals. Dit is een Amerikaans bedrijf. Ik heb dit blad op eBay gekocht. Maar ik ben ook lid geworden van Mystery Callers. Ik zal jullie wat platen laten zien. Dit is de boa. Die heb ik gekleurd met Artisa coloring pencils. En ik ben zeer tevreden met deze potloden. Ze zijn wel iets goedkoper dan de Faber-Castell Polychromos, maar ik vind zelf, je ziet niet echt een verschil. Het zijn wel wat gedetailleerde kleurplaten, dus je bent er wel eventjes mee bezig. Het is niet zoals andere kleuropnummers, dat het zo klaar is. Maar dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Daar hou ik wel van. En dit zijn de afbeeldingen van de dieren. Dit is Coloriase Mysterie, Megastars. Het is een Frans tijdschrift. En ja, ik hou heel erg van zeedieren, dus ik dacht ik ga deze aanschaffen. Hij is wel iets gedetailleerder dan de Mystery Callers. Maar hier ga ik sowieso in kleuren, want ik denk dat de platen wel heel erg mooi uit gaan komen. En dit zijn de afbeeldingen van de platen. Mooie Nemo-visjes. Ik hou heel erg van kleuren op nummer, dus ik ben wel heel blij dat ik dit tijdschrift heb aangeschaft. En de laatste. De volgende is kleuren op nummer, extreem kleuren op nummer. Je hebt hier nog twee van. Het leeuwenboek en de steden. Dit is een heel leuk boek. Ja, ik kan het niet echt laten zien, maar met rondjes. Zes hoeken. Triangels, vierkantjes zitten er ook in en ook mozaïekplaten. Dus wel heel erg leuk. Dit is Spirographic Animals, Thomas Pivet. Nou, dit is heel erg leuk omdat je de spiralen kleurt en omdat je de spiralen kleurt krijg je een hele mooie afbeelding. En hier heb ik er eentje in gekleurd en dat is het biggetje. Dit is Spirographic Disney Villain. Deze heb ik aangeschaft. Deze zag ik op Amazon en deze wilde ik gelijk aanschaffen omdat ik heel erg van Disney hou. En ook van de slechterikken van Disney. En hier heb ik Hades uitgemaakt. En het schaapje uit Zootopia. Mystery Callers Wild West. Hetzelfde als de andere. Heb ik ook aangeschaft via eBay. En hier heb ik de wilde paarden uit gekleurd. En het is ongeveer hetzelfde concept als die andere Mystery Callers. Dit zijn de afbeeldingen.
Je ziet wel, het drukt wel een beetje door als je op een andere pagina bent. En je bent daar aan het kleuren, dan drukt het door. Dus daar moet je wel mee oppassen. Maar ik vind het wel heel leuk om in dit boek te kleuren. Dit is Mystery Colors for Animal Fun. Boerderijdieren en huisdieren. Hier heb ik ook nog niet zo ingekleurd. Het is ook hetzelfde als al de andere. Dit zijn de dieren. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik heb de L gedaan. Die heb ik wel gekleurd. In dit boek. En heel erg leuk. Animal Mosaic, de zwarte achtergrond. Je hebt hem ook in de witte achtergrond, maar ik vind de zwarte achtergrond mooier. Dit zijn de platen. Heel mooi. En ik heb ook het idee dat ze heel mooi uitkomen met die zwarte lijntjes. Een kameel. Een zeeleeuw. Een olifant. De olifant is van de voorpagina. Met die hele mooie kleurtjes. Dus ik ben benieuwd hoe die uitkomt als ik ga kleuren. Dus ja, ik heb hier nog niet in gekleurd. Maar ik wil hier wel heel graag in kleuren. Dit is de Travel Mosaic. Nou, is hetzelfde als de andere, ook de zwarte achtergrond. Ook met die zwarte lijntjes. En dat is wel heel handig, die zwarte lijntjes. Want als je dan kleurt met alcoholmarkers, dan nog bij die witte lijntjes ging het erin. En dat kan nu niet met die zwarte lijntjes. Dus dat is wel heel erg fijn. En ik hou heel erg van mozaïekboeken, dus ik vind wel dit soort boeken altijd heel leuk om in te kleuren. En ik heb daar al wel eentje gedaan. En dat is deze. Sydney. En ik vind hem wel erg leuk geworden met al die kleurtjes. Dit is Flower Animals, One Color by Number van Sunlight Warren. Deze heb je ook in kleuren op nummer. Maar ik vind de One Color leuker. Hele mooie dieren in. Die ook heel mooi worden als je ze inkleurt met één kleur. Dit is de slan, die heb ik gemaakt. En die vind ik wel heel mooi uitgekomen. Dit is Sunlight Drawing. 40 coloring pages. Dit boek is heel leuk, want hier hebben ze van elk boek dat ze gemaakt hebben tot 2019, hebben ze hier een pagina in verwerkt. Dus als je van Sunlight Drawing houdt, maar je weet niet precies wat voor boek je wil aanschaffen, is dit een heel leuk boek. Deze heb ik gemaakt. Hier ben ik aan begonnen, maar eigenlijk niet meer verder gegaan. De olifant, wat ik net al heb gezien, maar dit is met de witte lijnen. En die was met de zwarte lijnen. Hier ook met de witte lijnen. Dus deze wil ik sowieso ook nog wel kleuren in dit boek en ook in het boek met de zwarte lijnen. Maar dit is een heel leuk boek voor als je nog niet weet welk boek je van Sunlight Drawing leuk gaat vinden. En dit is De Leeuw. Die vind ik heel mooi geworden met al die kleurtjes.
En nu het laatste boek. Dit is Disney Vindwalk. Dit is geen kleuren op nummer. Dit is gewoon op jezelf kleuren. Ik hou heel erg van Disney. Dus ik heb deze aangeschaft. Hier komt binnenkort ook een nieuwe van. Die komt in maart. Maar als je van Disney houdt, is dit een heel erg leuk boek. En dit zijn de afbeeldingen. Het is wel een heel groot boek. Dus je bent wel wat langer bezig met de afbeeldingen dan in andere boeken. Maar ik moet je zeggen, als je van Disney houdt, dan is dit boek en dat Disney Villain boek wel echt de moeite waard. Dit is het bijtje van Bug Life. Frozen, die is ook heel leuk. Die wilde ik ook heel graag kleuren. Een heel groot boek, maar wel een heel leuk boek. Nou, dit was mijn video. Als je het leuk vond, druk dan even op het duimpje. Of word lid van mijn kanaal. Dat stel ik heel erg op prijs. Nou, iedereen fijne avond en tot de volgende keer. Dag!